Een vrouw van 21 parkeert begin januari haar bromscooter in het fietstransferium bij het station in Houten. Als ze later die dag haar scooter weer wil ophalen, staat ze vreemd te kijken. Hij is weg. Ja, dat klopt. Dat gebeurt op donderdag 10 januari. Die vrouw die parkeert haar scooter zo'n beetje aan het eind van de middag op het scooterplaats in het transferium. Nou, ze duwt hem op het stuurslot en ze vertrekt. En wanneer ze later terugkomt, ziet ze dus dat die scooter is verdwenen. Ja, gelukkig laten bewakingsbeelden zien wat er gebeurd is. Twee jongens stelen de scooter. Omdat de politie vermoedt dat zij nog minderjarig zijn, hebben we hun gezichten onherkenbaar gemaakt. Even voor 9 uur die avond komen de jongens het fietstransferium binnen. Eerst maken ze een verkennend rondje. Hun oog valt op de lichtblauwe scooter in de cirkel. Maar de twee lopen nog even verder en lopen de fietsenstalling weer uit. Nog geen minuut later komen ze weer binnen, nu allebei op een fiets. Die parkeren ze ergens buiten beeld. In ieder geval verlaten ze de stalling dan via een andere uitgang, want even later komen ze weer lopend de stalling binnen. Een van hen loopt nu doelgericht naar de scooter die ze op het oog hebben. De ander gaat iets verderop op de uitkijk staan. De jongen weet op de een of andere manier het stuurslot open te krijgen. Hij haalt hem van de standaard en loopt ermee weg, richting de uitgang van de stalling. Hier zien we dat hij met de scooter het fietstransferium verlaat. En zijn maatje, die op de uitkijk stond, loopt achter hem aan. Ja, we zien hun gezichten dus niet, maar wat kun je wel over ze vertellen? Nou, de ene verdachte heeft een blanke huidskleur, een normaal postuur, een zwarte jas met capuchon en een witte voering bij de rand en een logo op de linkerborst. Hij droeg donkere schoenen met lichte accenten, een bruine schoudertas op zijn rechterheup. Nou, op dit stilstaande beeld zie je de tas en we hopen dat dat tasje voor mensen een aanknopingspunt is. De tweede verdachte heeft een blanke huidskleur, een slank tot normaal postuur, een donkerblauwe jas met capuchon en bruinrode schoenen. Dan de scooter die ze stelen, wat is dat voor een? Ja, dat is een lichtblauw-groene bromscooter van het merk Siem uit het bouwjaar 2009. Nou, hij had een kenteken met FZ159R. Nou, we hopen dat er kijkers zijn die deze twee jongens in combinatie met deze scooter herkennen. Het is ook heel goed mogelijk dat deze scooter inmiddels is voorzien van een nep-kenteken. Ja, zeker ja. Weet u wie deze twee jonge scooterdieven zijn? Twijfel er niet. Pak de telefoon en bel een van de tiplijnen.